Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel troont, lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einde der aarden in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem. En straks na de verkondiging worden er 3 coupletten van Psalm 2 gezongen uit de berijming van Jan Mul. Geliefde broers en zussen hier in de kerk of thuis of elders meekijkend. Wat kun je als gelovige nu eigenlijk met Psalm 2? Ik weet niet hoe je dat hebt, maar ik keek er altijd een beetje vreemd tegenaan. Is het sowieso wel een psalm voor ons? De doelgroep lijkt een hele andere. De koningen van de aarde. De wereldleiders. Ze worden zelfs rechtstreeks aangesproken in vers 10. Daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Nou ja, alsof die daarna zullen gaan luisteren. Alsof ze die psalmen gaan lezen. Het is een beetje als een dominee die klaagt in een hele lege kerk. Dat is vanavond gelukkig niet zo. Maar dat er zo weinig mensen in de kerk zijn. En die dominee houdt een heel betoog daartegen hoe erg dat wel niet is. Maar degenen die die preek horen, ja, dat zijn juist degenen die wel gekomen zijn. En die hebben zoiets van, gast, wij zijn het helemaal met je eens. Maar waarom zeg je dit nou tegen ons? Dat heeft weinig zin natuurlijk. Bovendien word je er niet echt vrolijk van als je zo'n betoog over je heen krijgt. En dat is met deze psalm misschien ook wel zo. Hè? Dan klinkt het dreigende taal. Pas op, anders zwaait er wat. En ook niet zomaar wat. God kan hem breken met een ijzeren staf. Ze stuk slaan als een aarden pot. Kies dus maar snel eieren voor je geld. Want nou ja, voor je het weet, barst hij uit in woede. Oh, wacht even, maar is dat nou onze God? Licht ontvlambaar? Kijk uit hoor, want als je hem tegen je krijgt, ai, ai, ai. Nou, ik weet niet hoor, maar geef mij dan maar liever een Psalm 23. Over de herder die altijd voor mij zorgt. Of een Psalm 139, hè? God die altijd bij me is, geweldig. Dat willen we toch graag, hè? Kunnen schuilen bij God. Te midden van alles wat ons bedreigt. Hé, maar wacht even. Is dat nu ook niet precies waar Psalm 2 over gaat? Het loopt er zelfs op uit. Gelukkig wie schuilen bij hem. Maar dan schuilen in het licht van alles wat er in deze wereld gebeurt. En dat tekent Psalm 2 eerst helemaal voor ons uit. Je kunt het zo plakken op de wereld van vandaag. Is het vaak niet de waanzin gekroond wat je dan ziet. Al dat knokken met elkaar. De baas spelen de een over de ander.
Zie je, is dit dan juist niet een psalm die we vandaag keihard nodig hebben? Die ons helpt te zien wat er gebeurt en waar dat toe leidt. En wat de rol van God in dat alles is. Het lijkt zo vaak alsof de wereld de baas is. In ieder geval is die ons vaak de baas, hè? Wordt het ons te machtig? Kijken we maar liever niet meer naar het journaal. Maar kan dat misschien ook anders? En welke rol speelt juist ook daarin onze omgang met de Heere God? Dat waar de psalmen immers over gaan. Kunnen we ons er misschien weer bovenuit bidden, om zo te zeggen, dat wij de wereld de baas zijn? Ja, want het bijzondere is dat Psalm 2 als het ware van bovenaf naar deze wereld kijkt. Hij stelt meteen de waarom-vraag, alleen die vraag gaat niet naar boven toe van deze aarde, maar juist van boven naar beneden. Hij richt zich niet aan God, maar aan de machthebbers van deze wereld. Even naar vandaag vertaald, hè, waar zijn een Trump en een Poetin, een Lukashenko en een Bolsonaro? Waar zijn die nou helemaal mee bezig? Waarom schreeuwen ze zo hard? Waarom belazeren ze continu de boel? Zetten ze de dingen koste wat het kost naar hun hand? Waarom richt een Kim Jong-un in Noord-Korea, regeert hij nog steeds met ijzeren hand? Een groot deel van het volk gaat kapot onder zijn regime. Of dichter bij huis, hè? Waarom moet en zal die wet over voltooid leven er komen? Ook al hebben deskundigen afdoende aangetoond, joh, daar zitten ouderen echt niet massaal op te wachten. En waarom krijgt de kerk als eerste de schuld wanneer er een corona-uitbraak is? Terwijl overduidelijk is dat het bij het carnaval begon. Hè, wat is dat? Zijn die christenen nou zulke beroerde lui? Ja, die zijn er ook vast. Maar vaak genoeg zijn christenen ook een voorbeeld. Hè, neem zo'n arts als Gord Katsikian. Hè, misschien kent je hem. Die juist in de coronacrisis steeds weer in talkshows werd gevraagd op de televisie. En in hem zien mensen iets waar ze jaloers op zijn. Een arts die net als vele anderen natuurlijk, maar het voorbeeld van enorm onder druk gezet, al in het begin van die coronatijd. De ziekenhuizen liepen vol, het was haast niet meer te behappen. Maar Cor, die bleef rustig. En hij legde ook uit waarom, keer op keer. Zijn Bijbeltje was zijn krachtbron. Hij vond steeds weer rust door zijn geloof in God die leeft. Een beetje als die man van Psalm 1. Nou, maar waarom dan toch ook steeds weer dat spottende richting christenen? Zo Maarten van Rossum, laatst bij De Slimste Mens. Vorige week woensdag begreep ik. Een vraag over het Oude Testament. Mensen wisten het antwoord niet, maar Maarten vond het toch even nodig om op de bel te drukken en aandacht te vragen voor het Oude Testament en zijn mening erover te geven. Dat boek is totaal krankjoren, zei hij, gewelddadig en idioot. Waarom? Waarom moest dat nou weer zo nodig? En let wel, die waarom-vraag stelt Psalm 2 dan dus niet aan de mensen die zo doen, of de machthebbers die zo opereren. Nee, het gaat wel over hen. Maar de psalm is bedoeld voor ons als christenen. Ja? Om ons te helpen in hoe we kijken naar God. En hoe we bidden tot God. Nou, en hoe helpt dit dan? Nou, door te laten zien, jongens, uiteindelijk is al dat geweld, hè, en al dat gespot is gericht tegen God. Heel diep in deze wereld zit iets, niet maar tegen christenen, die inderdaad vaak geen vlieg kwaad doen, of tegen mensen in het algemeen, die worden uitgebuit en onderdrukt. Want daar is inderdaad niet een goed argument voor te bedenken. Waarom zou je dat doen?
Heb je dan geen greintje medemenselijkheid in je? Nou, natuurlijk wel. Alleen, er is iets wat vele malen groter is. En wat dat menselijke, dat medemenselijke, steeds weer wegdrukt. En dat vele groter, dat is de enorme hang naar macht. Ja? Naar een wereld waarin alles draait om jou. En waar dat vooral God niks, maar dan ook echt helemaal niks meer te vertellen heeft. Kom op zeg, die tijd hebben we nou toch wel eens gehad. Allemaal braaf zitten luisteren naar een onzichtbare God die zegt wat wij niet en wel mogen doen. Kom op nou, dat bepaal ik zelf. Ik ben mans genoeg om wat van het leven te maken hoor. Kijk, en dat moeten wij kennelijk zien als christen. Joh, ze hebben het heus niet op jou gemunt. Of op jullie als groep, als kerk. Ook al lijkt dat misschien wel zo. Trek het je dus ook niet te erg aan. Hè? En ga ook niet te veel in verzet daartegen. Nou, je mag er wel verdriet over hebben, zeker. En je mag daarin schuilen bij God, absoluut. Maar laat je als kerk en als persoon niet in de hoek drukken. Het laat je niet onzeker maken als kind van God. Op geen enkele manier. Want uiteindelijk is het allemaal één grote aanval. Wereldwijd, hè? Één grote aanval tegen God. En tegen God alleen. Oh, maar maakt dat het juist niet nog vele malen enger, hè? Ik bedoel, als het nou in deze wereld allemaal acties zijn die op zichzelf staan, dichtbij, ver weg, nou ja, dat is heftig. En het kan je ook wel eens persoonlijk raken. Maar dan kun je inderdaad schuilen bij God en dan krijg je weer rust. Maar als dit uiteindelijk dus één wereldwijde opstand is tegen God, mens, je zou er doodsbang van worden. Ja, en toch wil Psalm 2 juist precies het tegenovergestelde bereiken. Dat je er niet bang van wordt, maar juist enorm blij. Dat er enorme vreugde in je hart opwelt die niet meer weg te krijgen is. Kijk maar, de camera die zwenkt in vers 4 van het strijdtoneel van deze wereld naar de Heere God op zijn hemelse troon. En dan moet je maar vergelijken met een kind wat doodsbang is door wat er om hem heen gebeurt. Hè? En dan kijkt hij omhoog naar zijn papa of mama. En die is helemaal niet in paniek. Integendeel. Nou, dat helpt hoor bij zo'n kind. Hè, dat wordt dan ook weer rustig. Kennelijk kan papa of mama het wel aan en komt het echt goed. Zie je, zo kijken wij in Psalm 2 nu van al dat heftigs in deze wereld omhoog naar God. Te meer omdat het immers een wereldwijde actie is tegen hem. Nou, eens even kijken, is God al in opperste staat van paraatheid? Het gezicht volkomen gespannen, een en al focus om de strijd met deze machthebbers aan te gaan? Nee, niets van dat alles. Sterker nog, God begint te lachen. En hij houdt niet weer op. Hé, wat? Hoezo? Nou, heel simpel. Hij zit op de troon. En niemand anders. Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, troont onze Heer onwankelbaar in macht. Als een reus die begint te lachen wanneer er een enorm leger, allemaal van die dwergjes, naar hem toe komen. En op hem afkomen van, jongens, wat willen jullie nou toch? En ze duwen en trekken aan die troon van God, maar er komt geen enkele beweging in. Zie je dat? Laat dat beeld alsjeblieft op je netvlies branden, broeders en zusters.
Niet voor niets hoort dit bij het voorwoord van de psalmen. Als je gaat bidden tot God, gaat worstelen met God, je waarom vragen gaat stellen aan God, dat mag allemaal, hè? Voel je vrij. Maar weet je, het helpt zoveel. Als je dit dan geen moment meer vergeet, dit meeneemt iedere keer dat je bidt. Trouwens, ook als je dat niet doet, hè, maar net als die man in Psalm 1, druk bent met al wat je doet. Ook dan helpt het zoveel, als je dit ziet, dit beseft. Hè. Kijk maar naar, nou ja, David. En misschien moest hij er ook al wel aan denken. David die hoort van die ene Filistijn die dag in dag uit staat te spotten met Gods volk. En het hele volk is massaal onder de indruk en ze beven als een rietje. Maar Davids reactie is compleet anders. Wat denkt die man wel niet? Dat hij zomaar het volk van de levende God belachelijk kan maken? Maar dan ken je God nog niet hoor. En vol geloof stapt hij op deze reus af en met één beweging maait hij hem tegen de vlakte. Zie je wat er gebeurt? David staart zich niet blind op deze reus en het is een enorme reus. Maar David weet, met eerbied gezegd, de echte reus die zit op de trouw. En je kunt maar beter rap inbinden hoor, als je denkt dat je hem belachelijk kunt maken. Echt, voor je het weet, ontbrandt zijn toorn. Ja, kun je dat nu al een beetje plaatsen, dat die toorn zo licht ontbrandt? Dat is dus niet om bang van te worden, als gelovige, maar juist om hoop uit te putten. Er is dus echt een grens hoor, nog even, en God grijpt in. En dan blijft er niets van hen over. Dan voel je ineens ontzettend sterk worden, of niet? Dit is jouw God, hè? En er hoeft niet veel meer te gebeuren. Of het wordt echt beltjesdag hier op aarde. Is de wereld de baas? Nee, God is de wereld de baas. Halleluja. En hoe blijkt dat dan? Kun je daar vandaag al voorbeelden van zien misschien? Of moeten we daarvoor toch echt wachten tot de jongste dag? Nee, gelukkig niet. Want, zegt Psalm 2, de opstand richt zich tegen de Heer en zijn gezalfde. En juist door die gezalfde komt Gods oordeel over de volken. Neem even weer een David. Toen hij uiteindelijk koning werd, nou heeft David heel wat vijandige volken aan zich onderworpen. Saul die verslaat zijn duizenden, David zijn tienduizenden. Nou ja, soms ging het ook andersom. Hè? Dan kwamen die vijanden in opstand en dan dwongen ze Gods volk op de knieën. Ja, maar dat was alleen als God er ruimte voor gaf hoor. En dat was dan stevast omdat zijn eigen volk zich niet meer door God liet gezeggen. Hé, maar dat kan dus ook. Dat jij aan de verkeerde kant komt te staan als kind van God. Nou ja, niets menselijks is ons vreemd, nietwaar? Ook diep in u, in jou, in mij, zit die drang om de baas te spelen. Om het centrum van de wereld te zijn. Je te laten gelden als anderen het op jou gemunt hebben. Merk je trouwens ook nu in die coronatijd, hè, met al de beperkingen. Eigenlijk hebben we daar helemaal geen zin meer in. En dan kan zelfs een indrukwekkende brief van, ik meen een 95-jarige oorlogsveteraan, niet helpen. Want wij willen gewoon niet die anderhalve meter. Snap dat dan? Of neem de discussie over Zwarte Piet, die alweer losbarstte deze week. Nog steeds zijn er zoveel mensen die iets hebben. Ja, maar ik laat mij dat kinderfeest laat ik mij niet afpakken.
hoe erg medelanders daar ook onder lijden. Is dat ten diepste ook niet opstand tegen God? God die wil dat wij juist onze geldingsdrang, dat we die afleggen. En de ander hoger achten dan onszelf. Joh, als jij daar zoveel last van hebt, als het jou elk jaar weer zo'n pijn doet, ja, dan wil ik het helemaal niet meer vieren op die manier. Gaan we het anders doen. Maar als je dat niet hebt, ja, dan richt de toorn van God zich net zo hard tegen jou of tegen zijn eigen volk. In het Oude Testament zag je dat, hè? Ineens kregen de vijanden de macht om het volk van God weg te voeren in ballingschap. En zelfs de heilige tempel met de grond gelijk te maken. Wie had dat gedacht? Wij zijn toch Gods volk, we mogen toch bij hem schuilen? Ja. Maar laat je je ook door hem gezeggen dan? Moet ik nou toch bang worden? Nee, dat niet. Nu kun je juist nog veel dieper gaan ontdekken hoe goed God wel niet is. Want die gezalfde, uiteindelijk verwijst hij natuurlijk naar Jezus Christus. Hè? Juist tegen Jezus Christus zei God die woorden uit Psalm 2. Jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit. De einden der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf. Ze stuk slaan als een aardenpot. Nou, en dat kan hij ook echt hoor, de Heer Jezus. Dat kan hij echt. En het boek Openbaring vertelt, hij zal het ook echt. Maar dan alleen als er echt niets anders meer helpt. Onthoud dat goed. Want kijk maar, in plaats van volken te breken, mochten die volken hem breken. Jezus Christus. Voel je hoe bizar dat is? Met recht de omgekeerde wereld. Maar dat is nou Gods koninkrijk. Hij die met gemak de volken kan breken, laat zichzelf breken. Voor hen. En zegt tegen ons, ga dus maar op weg. En maak al die volken maar tot mijn discipelen. Deel overal de zegen uit, hè, die je zelf zo ontvangen hebt. Dat is de manier waarop God vandaag deze wereld regeert en verovert. Niet met brute macht of met een heleboel geweld, maar juist allereerst door zijn geest. Met de kracht van zijn liefde. En maak juist dat dan niet dat je je toch maar gewonnen geeft. Hè? Want als er één goed is in deze wereld, dan deze God. Als er één overstroomt van liefde, pure liefde, dan Jezus, zijn gezalfde. Raakt dat je dan niet diep in je hart? Daar op de troon zit niet een koning van en slik of stikken. Nee, zegt de Openbaring, daar zit het lam dat geslacht werd. Ja, dat zijn eigen leven dus gaf om het jouwe te redden. Hoezo licht ontvlambaar? Niets van dat alles. Ja, tenzij jij koppig blijft weigeren om je aan hem te onderwerpen. Maar daar kies je dan dus echt zelf voor, doelbewust. En ja, eerlijk is eerlijk, God laat het ook vandaag al voelen hoor. Want de tijd loopt wel af. God dringt erop aan. Maak een keus, ga op de knieën. Doe nou toch. Ook vandaag gaan er al oordelen over deze wereld. Dat zie je ook in het laatste Bijbelboek, hè? Openbaring. Maar ook die oordelen, lees je daar, die zijn erop gericht dat mensen en macht hebben zich bekeren. En dat blijkt ook wel, want waar loopt Openbaring op uit? Dat vergeten we heel gauw.
Openbaring 22, vers 17, op één grote uitnodiging. Ieder die dorst heeft, die is welkom. Ja, die mag gratis drinken, hoor, van het water dat leven geeft. In feite precies zoals Psalm 2 eindigt. Gelukkig ben je, hoor, als je schuilt of leert schuilen bij Gods Zoon. Ja, daar loopt deze psalm dus op uit. Precies zoals Psalm 1 ermee begon, hè? Gelukkig de mens die, eindigt het hier in Psalm 2, gelukkig de mensen die schuilen bij God. Gelukkig, hè? God wil dus echt dat je gelukkig wordt. Onthoud dat goed. Maar ga dat nou niet zelf invullen. Zo van, oh, oké. Nou, ik zie dit als geluk en dat niet, dus dan mag ik dat doen. Want God wil dat ik gelukkig ben. Nee, dan heb je er niks van begrepen. Laat je gezeggen door God, de enige die weet hoe je echt gelukkig wordt. He, zoals Psalm 1 het al zei, wees die boom geplant aan het water. Wees die mens die steeds weer zijn wortels uitslaat naar het woord van God. Ontdek zo steeds meer hoe goed God is. En dat Hij echt niets liever wil dan dat jij stevig in het leven komt te staan. Vol liefde, vrede, geduld, goedheid, vreugde. Een mens waarvan je denkt, waren daar er maar meer van vandaag. Dat is wat God wil. Een christen is dus niet iemand die keurig de juiste dingen doet. En oh wee, als je een fout maakt, dat slaat nergens op. Dat is niet hoe God het wil. Nee, een christen, dat is iemand die voor alles diep geraakt is door de liefde van zijn Heer. En die daardoor van binnenuit verandert. Sterker wordt. Blijmoedig in het leven gaat staan. Omdat hij een God heeft die lacht. Die echt niet omligt. Hoe hevig de stormen ook mogen zijn. Nou ja, lees Handelingen er maar op na. Daar ontmoet je een gemeente na Pinksteren, waar zowel Psalm 1 als Psalm 2 weer terugkomen. Allereerst wordt Psalm 1 daar heel erg zichtbaar. Op tijd dragen die duizenden bekeerde christenen, die dragen daar vrucht. He, alles wat ze doen, komt tot bloei. Want ze delen het leven met elkaar. En geen mens komt ook maar iets tekort, hoor. En diezelfde gemeente bidt enkele hoofdstukken later met zoveel woorden Psalm 2. Want de machthebbers, die kunnen het niet hebben, hoor. Duizenden mensen die zich gewonnen geven aan Jezus. En dus geven ze die mensen met veel geweld te verstaan. Geen woord meer over die Jezus, hè? Anders ga je eraan. Hé, wie is er nou eigenlijk gewelddadig? En waarom? Is God gewelddadig? Een gewelddadig bedoel ik? Of juist degene die in opstand komen tegen God? Nou, en zo gaat die gemeente dan ook op de knieën in Handelingen 4. En die bidt Psalm 2. Heere God, we zien het voor onze ogen gebeuren. Wat u in Psalm 2 al hebt gezegd. En dus. Ja, dus. Dus wat vragen ze dan, denk je? Dus wilt u het even voor ons oplossen, alstublieft? Wilt u zorgen dat die dreiging er niet meer is? Want dat is heel lastig. Daar hebben we geen zin in. En u wilt toch dat we gelukkig worden? Nee, ze bidden heel iets anders. Heer, u hebt het nog steeds in de hand. Jezus zit op de troon, daar zijn we vast van overtuigd. Wel nu, maakt u zelf de weg vrij. Om toch ons eigen dingetje te blijven doen. Nee, om toch te blijven spreken over Jezus. Ja, maak ons vrijmoedig, stuk voor stuk. Zodat we niet terugschrikken, maar vol goede moed verder gaan. Kijk, en dan zie je wat een kracht het heeft als je zo Psalm 2 in je gebed betrekt. Want die mensen, zegt het eind van Handelingen 4, die mensen zijn klaar met bidden.
En weet je wat er dan gebeurt? Dan begint, zeg maar, deze kerk begint op zijn grondvesten te schudden. De plek waar zij bij elkaar zijn begint te beven. En alle mensen die aan het bidden zijn, worden vervuld van de Heilige Geest. En ze spreken vrijmoedig over de boodschap van God, hoeveel dreiging er ook is. Wauw. Of God dus vandaag ook regeert, hè? Ja, nu ook, anno 2020. Zelfs te midden van een verschrikkelijke ramp als in Beirut. Al is het daar bijna niet voor te stellen. Maar weet u, de christenen in Beirut, die zijn daar heilig van overtuigd. En dit is wat ze letterlijk tegen ons hier in het Westen zeggen. Alsjeblieft, bid voor ons. Blijf met ons praten. We hebben gebed nodig. Al weten we dat we niet alleen zijn. Maar we moeten ons geloof versterken. Veel mensen hebben geliefden verloren. En kinderen, er zijn zoveel kinderen gewond. Indrukwekkend als je dat hoort. Indrukwekkend dat ze daarom vragen om gebed. Om het vol te kunnen houden. Om sterk te staan in hun geloof. Ja, is Psalm 2 dan niet bij uitstek een psalm die je leert bidden tegen de klippen op? Ja? Bij al het heftigste wat er vandaag in deze wereld gebeurt. Heere God, zie wat voor verschrikkelijks er gebeurt. Ook daar in Beirut. Maak uw kinderen alsjeblieft sterk, zodat zij licht mogen verspreiden. Daar waar het zo ontzettend duister geworden is. En oh ja, Heere God, geef ook dat wij dat doen, hier in het Vrije Westen. Op onze plek, hier in Bunschoten-Spakenburg. Want is het hier soms ook niet ontzettend donker. En Heer, geef dat wij dan niet in een hoekje kruipen, wachten tot het over is. Maar evengoed onze plek innemen, midden in de samenleving. Die mensen zoeken die helemaal de weg kwijt zijn. Die plekken zoeken waar het zo donker is geworden. Want u zit op de troon, Heer Jezus. En wij willen ons laten gezeggen door u. En door u alleen. Amen.
Yeah.